Zaterdag 25 maart speelde Rehorst een belangrijke wedstrijd tegen HKC. Bij verlies van deze wedstrijd zou Rehorst degraderen van de eerste naar de tweede klasse. Rehorst zette dus alles op alles om te winnen. De onderste twee ploegen die degraderen. We zijn vorig jaar natuurlijk op knappe wijze gepromoveerd. En we strijden nu om erin te blijven in die klasse die we hebben behaald. En wij staan nu zevende plek, als ik het goed heb. Dus we moeten nog één plek stijgen. Daar hebben we 4 punten voor nodig. Waarvan in de laatste twee wedstrijden, waarvan dit de eerste twee waren. En volgende week kunnen we het nu onderling uitmaken met directe concurrent Sparta Nijkerk, wie de handhaaft. Volgende week moeten we winnen om in deze klasse te blijven. Dus er wordt wederom een spannende finale. We moesten vandaag winnen, anders hadden we het niet meer in eigen hand. Dan moesten we wachten of Sparta zou winnen of verliezen om het nog in eigen hand te houden. Dus van tevoren had ik geen gevoel dat het een hele belangrijke wedstrijd was. De eerste helft liep niet zo heel goed. Ik denk dat we allemaal nog een beetje zenuwachtig waren. En normaal scoren we best wel makkelijk en dat lukte nu in de eerste helft niet echt. Waardoor ik toch wel het gevoel had dat het, ja, ik vond het wel spannend. Dat ik dacht, we gaan het nou niet winnen vandaag. Maar ik vond dat hij maar moeizaam op gang kwam bij ons. Het zou kunnen dat het iets met spanning te maken heeft. Maar je ziet ook dat het wedstrijdverloop eigenlijk gelijk opgaand. Aan het begin kwamen we iets achter. Tegen de rust heb je weer wat meer de overhand. En ga je met gelijke stand rusten. Nou, in de tweede helft leek het aanvankelijk dat we iets beter erin kwamen. Dan zie je ook dat we gelijk een gat slaan van, ik meen, 6 goals. Alleen lukte het ons niet om dan nog verder door te zetten. En eigenlijk ging het daarna weer gelijk opgaand. Maar goed, de overwinning is daarna niet meer in gevaar geweest, dus dat is prettig. Voor volgende week, ik ben nu nog niet heel zenuwachtig, maar ik denk dat dat wel gaat komen aankomende zaterdag. Maar ja, het wordt een hele belangrijke wedstrijd. De wedstrijd van volgende week is zeker belangrijk nu. Zenuwen, ja tuurlijk. Het is erop of eronder. Het is aan ons echter om het hoofd koel te houden. En de kwaliteit die in de ploeg zit. Boven te laten komen drijven. Dat is de belangrijkste opdracht. En dan heb ik alle vertrouwen in de goede afloop.